Yo mensen, we zijn weer op de hei, oftewel tijd voor een praatje. We moeten weer eens praten, het is een tijd geleden dat we voor het laatst eigenlijk gesproken hebben. Normaal deed ik wel deze vlogjes wat vaker, al ook niet echt zo vaak als dat ik nou werkelijk wil. Maar ik dacht, ik pak gewoon weer eens de camera, ik ga gewoon weer eens lullen en laten we kijken wat eruit komt. Dus, update. Zoals jullie weten ben ik een beetje dagelijks gaan uploaden. Ik upload nu ongeveer 2 video's per dag. Dat is op het moment 1 snacktime met Dodo. Zo heet dat, de snackvideo om 5 uur. En ook nog de community craft video. Of zoals ik van jullie moet zeggen, community craft. Om 8 uur. Ik wil daar nog wat extra dingetjes bij gaan doen, zoals vandaag. Jeez, ik stap echt in een gat. Zoals vandaag wil ik dus ook nog een vlogje erbij doen. Puur om even te praten. Dus het zijn 3 video's op een dag. En ik wil ook nog Leek erbij gaan doen. Want Leek, holy moly, wat een gedoe is dat. Ik zat laatst dat ik 3 uur probeerde op te nemen. Kijk trouwens even naar waar ik ben. Hoe prachtig. Wat prachtig allemaal. In ieder geval, ik zat dus 3 uur lang Leek op te nemen. En niet 1 goede minuut aan content. En ik dacht echt van... Ik had trouwens constant flamers. Ik wilde rank doen. En ja, als mensen net op dat niveau zitten. Of tenminste op de Leek dat ze net naar Diamond gaan, dan zijn ze super tryhard en dan zijn ze super boos en dan is het nog 10 keer erger dan Bronze. Dus dat was echt niet goed gegaan. Ik had niet 1 goede minuut en dacht ik echt van, jeez, wat een gedoe allemaal. Stom Leek, hè? Meteen mensen die wegkijken van, oh my god, hij zei Leek is stom. Nee, maar ik ben dus mijn best aan het doen om er content voor te krijgen. Het is, ik denk, wat lastiger dan dat je bijvoorbeeld Minecraft opneemt waar je eigenlijk niet slecht kan spelen en ook niet echt mensen hebt die rage of zo. Dus in dat opzicht wilde ik ook nog even voor de mensen die de Leek dus kijken laten weten van ik ben ermee bezig, maar het is super lastige content. En dat is ook de reden waarom eigenlijk niemand het uploadt, omdat het super lastig is. Ik ga het wel proberen, dus dat komt er zeker aan. Dan daarnaast, ja, The Wings for Life, aanstaande zondag. Je kijkt dit waarschijnlijk op een donderdag, als je echt hardcore bent. En als je minder hardcore bent, dan kijk je op een vrijdag. In ieder geval, of op een zaterdag trouwens. Waar is Dot? Dot! 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 Oh, epic zoom! Wat een cinema! Hey Dot! Dot! Hallo? Ze denkt nu echt van, wat een lipo. Ik weet het, Dot. Oh, het spijt me. Ik embarrass haar altijd. Ik op camera. Serieus, Wouter, je zoomt in... En je vergeet uit te zoomen op je gezicht voor de rest van de freaking 5 minuten. Epic fail, dude. Really, leer fucking vloggen. Alleen, jij kan zoiets doen. Sorry jongens. Ik ben vergeten om de zoom terug te doen. Dus de rest is lekker ingezoomd. Ik hoop dat je er nog van geniet. En ik facepalm mezelf voor jullie. Komt-ie. In ieder geval dus de Wings for Life. Voor de mensen die je kennen, het is een evenement van Red Bull. Waar je eigenlijk gaat hardlopen voor het goede doel. Uit mijn hoofd is het goede doel op het moment dwars lazy, als ik het goed zeg. Dat is, wat ik ervan weet, is het een ziekte waar je geen zenuwen meer hebt in je rug. Of in ieder geval in een deel van je rug, waardoor je dus verlamd bent en niet kan lopen of rennen. En dat is ook eigenlijk waarvoor je dus gaat rennen. Had ik al gezegd dat het hardlopen was? Ik ga hardlopen, jongens. Ik ben nu al buiten adem. Maar ik ga hardlopen voor het goede doel. Dus dat wordt leuk. We gaan met heel team DDG heen. Tenminste een groot gedeelte. En volgens mij kunnen jullie ook gewoon langskomen. Om dus in ieder geval even te kijken of wie er allemaal rondloopt. Ik weet niet precies hoe het werkt. Check even de website Wings for Life op Google. Just Google it. It's as easy as 1, 2, 3. En dan weet je precies hoe en wat. Want het is in Assen in Drenthe. Uit mijn hoofd, ja. Assen ligt toch nog in Drenthe. Ja, nog steeds. Oké, fantastisch. Om 12 uur is volgens mij het startschot en dan gaan we dus rennen. Dus dat moet leuk worden. Ik had vroeger dat ik wel veel aan hardlopen deed. Ook toen ik in Rome woonde. Tot, holy shit. Iemand die niet aan hardlopen doet. Ik loop echt gewoon normaal, jongens. Ik ben niet ontzettend snel. Zo slom. Zo slom. Maar wel kwispelend. Dus dat is weer goed. Goed zo, Dot. Dat is goed. Nee, maar ik had altijd in Rome, toen ik vorig jaar in Rome woonde, dat ik altijd ging hardlopen. En dan, ik weet niet. Ik vind het wel leuk om het te doen. En zeker als het voor een goed doel is, dan doe ik daar graag aan mee. Dus vandaar dat ik daar ook zal zijn. Ik zal het ook opnemen, omdat ik dus wat meer vloggedies op het kanaal wil hebben. En ik raak snel afgeleid. En ik loop hier echt gewoon over een stormbaan, lijkt het wel. Aan,
Oh ja, tuurlijk. Je kan niet scherp zijn. Nee. Dit is echt weer het feit dat ik opneem met apparatuur van 100 euro of zo. Sorry. Wij doen niet aan scherpstellen vandaag. In ieder geval, dat is dus het plan. Zondag of maandag ga je dus ook nog een vlogje zien dat ik daar ben. Je zal me vast ook nog wel op DDG zien. En tussendoor wil ik ook nog livestreams gaan runnen. Dus, klinkt best goed, denk ik. Toch? Ik doe in ieder geval mijn best. En ik weet dat jullie dat waarderen de laatste tijd. Zoals ik al een tijd heb gezegd. Er was laatst een TNT run. Oh, ik krijg helemaal een lamme arm. Er was laatst een TNT run en die had 5.000 likes gekregen. Dus 5.000 likes. Dat is echt insane support. En daar ben ik ontzettend dankbaar voor. En dat is ook de reden waarom ik zo hard werk. Naast mijn eindscriptie waar ik dus nu mee bezig ben. Waar je ook elke dag voor 2 maanden lang gemiddeld 5-6 uur aan hoort te besteden. Dus ja, ik doe mijn best om daarnaast dus ook die content te uploaden. En ik waardeer de support ontzettend. Zeker die duimpjes en zo. Dat is gewoon super motivating. En dat is ook de reden waarom ik dingen dagelijks wil gaan terugbrengen. Of dat ik ben gaan vloggen. En all that good stuff. Dus, ontzettend bedankt voor het kijken. Ik hoop jullie snel te zien. Was het niet op de party laatst, dan was het dus nu eventueel bij de Wings for Life in Assen. Of ik zie je natuurlijk op de Dutch YouTube Gathering. In ieder geval, ik hoop je snel te zien. Even te bedanken voor je support in persoon, persoonlijk. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Dus bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te abonneren als je het leuk vindt dat ik random in het bos dingen zou te zeggen. En dan zie ik jullie volgende keer weer. Ciao mensen.